Tristan en ik ben rondleider hier in Museum van Loon. Het is een 17e-eeuws grachthuis. Het is gebouwd in 1672. In 1973 heeft Maurits van Loon, de laatste mannelijke telg van de Van Loon-familie, dit huis opengesteld voor het publiek. Het was doel iedereen een kijkje te geven in een typisch 17e-eeuws grachtenpand, maar ook om zijn collectie familieportretten en antiek en meubels bij elkaar te houden en voor de komende generaties dat het allemaal te zien blijft. Daardoor zijn we op het idee gekomen om ook toegankelijk te zijn voor mensen met een visuele beperking. Nou, vooral omdat het een huis is waar zoveel te voelen en waar ook zoveel andere zintuigen te gebruiken zijn dan alleen je ogen. En we willen dus ook toegankelijk zijn voor een zo breed mogelijk publiek. Wat meubels mochten voelen en wat stoelen. Ik zit nu ook in zo'n stoeltje waarvan je zegt, daar zullen normaal niet zoveel mensen in zitten, want deze voorwerpen zijn natuurlijk toch van een bepaalde antiquiteit, dat je dat niet de hele dag mensen op moet laten zitten. En dan is het toch bijzonder om het dan zelf wel zo op deze manier ervaren te hebben. Dan krijg je toch een indruk van wat er allemaal was en is en hoe dat was in zo'n omgeving. Verder proberen we er ook rekening mee te houden dat als je een visuele beperking hebt, dat het misschien ook wat lastig is om te bewegen door zo'n groot huis. Dus we proberen vooral kamers aan te doen die belangrijk zijn voor het huis en die goed toegankelijk zijn. En dat werkt eigenlijk heel goed tot op heden. En de mensen die vinden het heel erg leuk om op deze manier een kijkje te kunnen nemen in het grachthuis. De grootste misverstanden rond blind en slechtziendheid. Ja, wat ik zelf altijd wel heel vervelend vind, is dat je toch niet helemaal als een normaal volwaardig mens wordt benaderd, maar toch als een gehandicapte die zeg maar door iemand anders begeleid moet worden. Ik denk zeker dat het toegevoegde waarde heeft als men zo'n speciale rondleiding organiseert, waarin men toch wat meer rekening houdt met onze mogelijkheden en ook dat soort dingen wat eventueel aanraakbaar is, dan ook eens tentoonstelt en ook aan laat raken, zodat je het beter kunt ervaren als dat je gewoon langs dichte vitrines met touwtjes ervoor, waar je dus niet dicht genoeg bij mag komen om ze aan te raken. En dat is wel heel bijzonder, dat vind ik wel leuk om te ervaren.